De TOCL RHA3. Wat is het, Rogier? Ja, nou, TOCL RHA3 is een middel wat ik met name gebruik voor de lippen. Okay. Het is een hyaluronzuur. En het is een middel wat meer elastischer is. Dus het beweegt beter mee met die lippen. En daardoor heb je ook wat minder kans dat er onregelmatigheden van de lippen zijn. En daarom heb ik TOCL RHA3 in het assortiment. Oké, en dus met name voor de lippen, ja, mogelijkheden. Natuurlijk kan je het ook voor andere rimpels gebruiken. Maar jij gebruikt het met name daarvoor. En wat mag je verwachten als je dat bij je lippen gebruikt? Nou, het gebruikt is natuurlijk gewoon een vul-effect van de lippen. Het houdt ongeveer een jaar aan. En ja, goed, dus zoals ik al zei, dat zijn hele minime verschillen. Hè? Ja. Maar dat het net wat egaler is dan bijvoorbeeld een Princess Volume, wat er ook voor wordt gebruikt. Een TOCL, zal ik het maar even voor je zeggen, TOCL RHA3. Dankjewel. Is een filler die met name voor de lippen wordt gebruikt. En het geeft een mooi egaal effect. Ja, dat is het.